jongens. Wow! Klap op de zak, hè. Meneer, u ziet er wel slim uit. Er wordt daar polstok gesprongen, ofwel fiedel. Hoe zeg je dat in het Fries? In het Fries. Weidnerd. Fiedel, jep. Jeppen, denk. Hoe spreek je dat nou uit? Fiedel, jeppen. Ja. Nog één keer, het klonk zo mooi. Fiedel, jeppen. Nou ja, polstok springen dan maar. Maar wat doet dat nou in Beekbergen, meneer Heemskerk? Wat het in Beekbergen doet, het brengt veel mensen op de been zoals u ziet. En veel gezelligheid en veel natte pakken. En het brengt zo te zien ook veel creativiteit bij de mensen los. Oh. Ah, zwemmen kan niet wel hoor, zwemmen kan niet wel. Jongens, wat een succes weer. Het is toch iets typisch Fries, hè, dat ik probeer het nog één keer fiedeljeppen. Ja, inderdaad, typisch Fries. Alleen wij willen iets origineels. En ik denk als je dan iets anders doet wat niet in de regio bestaat, dat je dan zeker origineel bent. Ik kom uit Friesland. De kenner! Waar gaat het nou om bij dat fiedeljeppen? Nou, dat gaat erom wie het verst over de sloot komt. Hè? Over de... En wat ze ervan gemaakt hebben. Hè? Ze springen vanaf een schans. Ja, en ze hebben niet eens een sloot, ze hebben een luchtkussen. Wat zegt een echte Fries dan? Het blijft behelpen op de Veluwe? Ja, nou, ik zal niemand afkammen wat dat betreft. Want ze hebben hier dus misschien dingen dat wij niet hebben. Kunnen jullie wel fieljappen? Want dit ziet er meer uit als zwemmen. Ja, het is toch ook lekker. Het is lekker weer vandaag, dus moet kunnen. Ja, maar ja, wat doet dan die grote stok in het water, hè? Ja, dat weet ik ook niet, maar volgens mij hebben ze hem ingesmeerd met zeep. En ga je ook springen, of niet? Nee, al die jongens hier wel. Hij ook. Maar ik niet. Ze zegt dat ze niet durven, maar ik weet niet wat het echt... Ja, maar ja, met zoveel alcohol in de mik durf je toch alles? Ja, nou, dan doen we er nog een paar in en misschien dat ze zich nog bedenkt. Oh, daar komt hij, daar komt hij. Ja, konijntje, dat fieljeppen hier in Beekbergen, dat is toch niet echt wat het zijn moet. In Friesland heb ik dat wel eens anders gezien. Ik denk dat het aan de paal ligt, toch wel. Ja, dat zegt iedereen maar. Maar zou het ook aan de Beekbergenaar kunnen liggen? Misschien wel, misschien wel. Ik weet het niet. Hij is echt glad, serieus. En wat gaat het konijntje nou doen, terug in het hok? Nee. Het konijntje gaat lekker een paar biertjes drinken. Wat heb je gezien onder water? Ah, ik zag haaien. Oh ja? Haaien. Ik geloof een walvis, maar ik weet niet zeker. Nee. Het kan ook een dolfijn geweest zijn. Nee, maar als je nou haaien zag, waarom heb je dan niet gewoon naar de overkant gesprongen? Dat is toch veel veiliger? Ja, maar sensatie, hè? Dat is Beekbergen. Oh, bommetje. Bommetje, zeg. Hey, weer één erin gevallen, hè? De een na de ander valt erin. Volgens mij kan ik het nog beter. Nou, ik zou zeggen, probeer het zelf. Oh, oké, vooruit. Jongens, even een ongelooflijk applaus. TV Apeldoorn. Correct. Ja! Altijd leuk om een stukje televisie. Nou, niet alleen het uitspreken van de naam is moeilijk. Fiedeljeppen is ook gewoon moeilijk. En ik had nog zo gezegd, laten we nou gewoon naar het Nationaal Kampioenschap Punniken gaan. Doei!